Voorzitter, het is over. Het kabinet is vastgelopen. Het kabinet is vastgelopen als een oude auto die vastzit in het mulle zand. Het piept nog een beetje, het kraakt, maar iedereen kan zien dat het beestje nooit meer een meter zal rijden. De accu is leeg. Het is voorbij. Voorzitter, het zou om te lachen zijn als het ging om de toekomst van Nederland. Dan kon je pret hebben om dat clubje hulpelozen dat angstig door de beslagen ruit naar buiten kijkt. Hopend dat iemand ze kan vertellen welke kant ze op moeten. Ze weten zelf, als je goed kijkt, dat er geen redden meer aan is. Dat ze alle verkeerde beslissingen genomen hebben. Dat ze geen acht hebben geslagen op het bordje moeras linksaf. Maar, voorzitter, ze gingen toch linksaf. Omdat hun ideologische tomtommetje al sinds de 60's staat afgesteld op linksaf. Ze kunnen niet anders. Wouter zit achter het stuur, André in het babyzitje en Jan-Peter, die alles best vindt, zit vooraan, omdat hij, zolang hij maar vooraan mag zitten, tevreden is. Voorzitter, ze hebben onderweg, voordat die auto tot stilstand kwam te staan in dat bos, nog geprobeerd wat ballast overboord te zetten. Mevrouw Vogelaar werd als eerste aan een boom gebonden. De heer Adel Palep stapte met al zijn paspoorten uit in Rotterdam. En de heer Van Geel, die had het liefst de afslag Brabant gepakt om commissaris van de koningin te worden. En Jan-Peter roept steeds, ik wil naar Brussel. De Al Gore, papegaai van dit gezelschap, mevrouw Kramer, tettert vanaf de achterbank, niet zo hard rijden, dat is slecht voor de ijsberen. En de enige route, voorzitter, de enige route die de Partij van de Arbeid voorstelt om te rijden, is nog wat extra rondjes om de grachtengordel. Minister-president, stop er toch mee. Stuur die roestbak naar de sloperij. Incasseer die slooppremie. Het heeft geen zin meer. Er is maar één reden waarom dit kabinet doorstrompelt en dat is de angst, voorzitter, dat is de angst voor verkiezingen. En ik begrijp dat wel. Ik snap dat ook wel. Als Nederland namelijk mag stemmen, voorzitter, als Nederland namelijk mag stemmen, dan zal het laten zien dat er maar op één plek crisis is. En dat is in dit kabinet Balkenende Bos. Een kabinet dat vooral goed is van het gooien van miljarden richting de krijtstrepen. Naar de grote banken. Als Nederland mag kiezen, voorzitter, als Nederland mag kiezen, dan kiest het tegen die graaicultuur. Kiest het tegen die dikke vette bonussen en die bijbanenbeunhazerij. Hoe durft het kabinet, voorzitter, hoe durft het kabinet de gewone burger te pakken, terwijl ze tegelijkertijd miljarden uitgeeft aan linkse hobby's, de banken subsidieert en dat er tegelijkertijd, zo lazen we deze week in de krant en ook in de stukken van het kabinet, honderden miljoenen worden uitgegeven voor 19.000 asielzoekers die ons volgend jaar te wachten staan. Ongeveer een verdubbeling, voorzitter, ongeveer een verdubbeling van vorig jaar. Voorzitter, als Nederlanders mogen zeggen hoe ze denken over al die bezuinigingen, dan kan ik u wel voorspellen, dan wordt de zorg, dan wordt de politie, dan wordt het onderwijs ontzien. Daar mag volgens de Nederlanders niet op worden beknibbeld. Wel gaan de grenzen acuut dicht voor nog meer gelukzoekers. Dan gaat de kraan voor ontwikkelingshulp ook meer dicht en gaan er miljarden minder naar dat moloch, dat bureaucratische project van de Europese Unie. Dan zal de linkse publieke omroep het met veel minder geld moeten doen en dan komt er geen dure JSF. Voorzitter, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als de kiezer het voor het zeggen heeft, dan past de fractie van de Partij van de Arbeid in een Mini Cooper op zijn best. Wegkijken, voorzitter, heeft geen zin meer. De vastgelopen coalitie kan zijn hoofd diep onder het dashboard van die auto steken. De kiezer staat op stil.
kiezer telt de dagen tot de verkiezingen uiterlijk op 11 mei 2011. De kiezer, voorzitter, de kiezer wil een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet in plaats van dit stelletje hulpeloze in dat vastgelopen autootje. Maar, eerlijk is eerlijk, ze hebben ook wel wat bereikt. Zo gaat het goed met de integratie. Althans, met de integratie van Nederland in de Da' al-Islam en de islamitische wereld. Moeilijk woord, islamitische wereld. Enthousiast werkt dit kabinet mee aan die islamisering van Nederland. In heel Nederland, in heel Europa, moet ik zeggen, zet de elite, voorzitter, zet de elite eigenlijk de sluizen open. Nog even, en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is moslim. En dat is goed nieuws voor dit multiculti kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet. Het is ook nieuws voor het CDA, voorzitter. Het CDA dat inmiddels staat voor christenen dienen Allah. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the rain. Walk on through the wind, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You never walk alone. Zo goed geanalyseerd hebt. En het lied vond ik, je bent veel beter dan Dries Roefink. Dat is een compliment, Marjan. Ja, maar dan heb je toch ook wel een paar backing vocals nodig, zodat het niet zo opvalt, weet je wel. Want die interpretatie is fantastisch. En Hans Bruin? Ik vond de speech ook geweldig. Het gaf me een heel ongemakkelijk gevoel. Het was op een moment heel erg leuk. Op het andere moment is het hatelijk en respectloos en balinerend en dansje op allerlei lijken. En dan die zin, hij komt ermee weg, hè? En dan die ene zin, de kiezer wil een nieuw kabinet, de kiezer wil een nieuwe kamer, hij heeft gelijk gekregen. Ja. Dus dat is het gevoel dat het een beetje bij mij oproept. Erik, werd jij overtuigd door de speech? Jazeker, ja. Heb je iets te doen in oktober, november? Ik vond ook als zanger ook een soort Mephisto worden. Ja. Duivels, dat ook heel spannend. Ja. Dankjewel Hans voor deze auditie. En terug naar de boel.